Het Korps Brandweer Suriname heeft vanmorgen een open dag gehouden op de brandweerpost Toekomstweg. Het doel was om de gemeenschap te informeren over hoe de organisatie werkt en wat de mensen zelf kunnen doen bij kleine calamiteiten in hun huishoudens. Tijdens de open dag zijn er verschillende demonstraties gegeven. Onder andere is aangegeven hoe een brandblusapparaat werkt en hoe om te gaan wanneer bijvoorbeeld een pan vlam vat. Volgens brandweervoorlichter Alton Pinas is het belangrijk dat men weet wat de brandweer dagelijks doet. Voor de scholengemeenschap Arya de Waker, de omliggende bedrijven en buurtbewoners die op bezoek waren, had de voorlichter de volgende boodschap. Nou, de boodschap naar de scholen is dezelfde die we naar alle andere bedrijven die aanwezig waren. Bijvoorbeeld de politie, de mensen van de bestuursdienst. De boodschap die we aan de mensen geven allemaal is de werkzaamheden presenteren we naar ze toe. Wat we allemaal doen bij een vlam in de pan, wat te doen. Wat je allemaal moet doen als er brand uitbreekt, hoe een brand te voorkomen. We laten de mensen zien hoe we met onze holmaatwerkzaamheden. We laten de mensen zien hoe we met onze holmaatroommateriaal te werk gaan. Dat is materiaal waarmee we mensen die bekneld geraakt zijn in een voertuig uit de situatie halen. De bezoekers hebben veel vragen gesteld over onder andere gascilinders. De vragen varieerden van hoe te voorkomen dat hun cilinder gestolen wordt, tot wat te doen als er brand zou uitbreken. Voorlichter Pinas had de volgende adviezen. Maar het gaat erom dat wij de mensen bewust willen maken van hun brandveiligheid door middel van een vluchtplan en een vluchtraam te presenteren naar de mensen. Er is geen enkel ander alternatief of advies, zo u wil, om het dan buiten te houden, omdat het daar het veiligst is. Een gascilinder kan en mag niet binnen huis zijn, omdat bij een gaslekkage er heel wat narigheid kan ontstaan. Dus de beste manier is om je gascilinder buiten te zetten, om een extra slot eraan te doen, zo u wilt. Maar het kan en mag niet binnen. Alton Pinas, voorlichtingsmedewerker van het Korps Brandweer Suriname. Hij heeft vanmorgen tijdens de open dag van de brandweer te post Toekomstweg adviezen gegeven aan bedrijven, scholen en buurtbewoners.